Hallo, hallo, hallo. Welkom in een nieuwe video. Ik weet niet of je het gemerkt hebt, maar 2 keer uploaden in de week vanaf nu. Even proberen, even testen. Veel kijkplezier. We gaan nu beginnen. Kijk hoe je ligt met je telefoontje. Ja, ik was iets aan het kijken. Dat was interessant. En toen keek het naar jou. Ja. Ik dacht dat kei nog eens terug had de aarde. Hoe lang ga je nog uitslapen, denk je? Nog een half uurtje of zo. Dan ben ik er echt. Oké, kom over een half uur. Kom ik weer kijken. Met lieve Dave. Oh, met lieve Dave. Hoi, kijk. Papa gaat nog verder uitslapen. Samen lopen. Jij mag vasthouden. Hoi, ik ben mama. Hoi mama. Wie is de leukste mama van de hele wereld? Jij mama. Nou, mama. Kei is wel goed getraind. Als een echte intellectuele dame. Lekker op mijn telefoon. Een filmpje kijken. Vandaag gaan we naar Almere. Nou, we gaan even langs alle papa's en mama's. Instappen wordt nog even een dingetje. Kijk eens. De queen kan instappen. Hallo. Hoi. Is het Jalebba of niet? Ja, goed Jalebba man. Ja, hè? Lekker. Van daaronder niks. Ja, precies. Alleen, waar gaan we heen? We gaan naar mijn ouderlijk huis. Mijn ouders zijn gescheiden. Ze hebben het huis verkocht. We zijn inmiddels allebei verhuisd. En dinsdag geeft zij de sleutel aan de nieuwe koper, de overdracht. En omdat wij daar super veel memories hebben, gaan we afscheid nemen van het huis. Oh, wat heb je dat mooi samengevat? Ja, ja, daar had jij wel 10 minuten voor nodig gehad, hè? Zo. Maar we gaan eerst even naar mijn ouders. Ik vergat mijn vader te groeten omdat ik was afgeleid door deze grandioze stash. Ik ga voor paars. Ja, mijn borst. Mama, kleine potjes zijn verleden tijd. Ik wil vanaf nu deze, alleen nog die. Weet je al het kaliber of niet? Zijn ze heel erg? Ja. Is het heel peper? Ja, maar ik moet proeven. Oh. Wil je dit op je chips? Op een tortilla taco? Ja, maar dat hoe heet die chips? Ik kan er niet op komen. Ja, gewoon zo'n tortilla chipje. Ja. Kijk. Wees chippy. Tortilla dip. Nieuwe koelkast bewonderen. Zogenaamd. Wauw. Ik zie hier iets. Dit. Oh, wat is dat? Pasta, denk ik. Ja, ik heb spaghetti gemaakt. Worstjes zijn op, vind ik heel slecht nieuws. Moxalees. Moxalees is ook hoor. Die is niet lekker. Die is ook. Papa, je hebt niet. Ik zoek andere dingen. Ananas taart? Ja, ik hou niet van ananas, maar wel van... Oh nee, dit is groente, doppertjes. Papa, dat betekent dat je iets moet gaan maken. Potje van mijn moeder hoor, potje peper. Dankjewel mama. Hier, oh, dit liedje gaan we niet zo hard... krijg ik een klem. Hey, ik ken haar. Ik zat vroeger met haar op school, Vida. Zo leuk. Wow, er is echt niks veranderd. Ik zal haar roepen. Ik heb ook echt haar nummer niet meer, denk ik. Wacht even kijken. Ik kan ook echt uitstappen, natuurlijk. Ik sta alleen. Ik durf het niet. Het is zo luid, het is zo blij. Wat, wie? Met die moet ik echt schreeuwen? Ja, met dat groene truitje.
Ze is ook al echt ver nu. Nou, misschien komt ze alleen tegen, want ze kent papa ook. Abiba? Ja, ze is ook een Abiba. Abiba. Waarom stuurt je mij al Zina? Nou, Vira, mocht je mijn vlogs kijken, ik durfde niet te schreeuwen. En ik wilde ook weer niet mijn kids hier achterlaten, maar... Hè? Ik zoek je op Facebook. Vida die heeft ervoor gezorgd dat een keertje toen hadden papa en mama... Nou, spraken we even niet. Was ik 14 of zo? Toen kwam ik papa tegen op het station van Almere. Toen durfde ik hem niet te roepen, want ik was een beetje verliefd op papa. En ik was jarig, dus ik was heel blij dat ik papa tegenkwam op mijn verjaardag. En toen ging Vida hem voor me roepen. Alain! Alain! En toen keek die man. En toen schaamde ik me heel erg, maar... Ik was eigenlijk verliefd op papa. Later vroeg ik aan papa via een soort chatprogramma. Het heet de MSN. Het is net als WhatsApp, maar dan op de computer. Hey, Alain. Zag je me vandaag? Toen zei papa echt, nee. Hij had me niet eens gezien, man. Maar goed, dat is een verhaal uit onze jeugd, hè? Want papa en mama zijn ook 14 geweest. Dus wordt papa elke week een ander vriendinnetje. We zijn lief. Ja, nu zijn we al een tijdje samen. Verlief. Ik moet een beetje poepen. Ja. Ik moet plassen. Oei. Kan je nog even ophouden? Ja. Yeah. Waarom stress je mij? Ik zag hem als eerst. Nee, tegelijk. Wij zijn allebei. Ik zag hem als eerst met zijn pet en zijn karretje. Ja, ik toch ook. We zijn het tegelijk. Ik ga de beelden terugkijken. Wij zijn het tegelijk. We zijn allebei. Hey. Hij droeg al, papa droeg altijd zwart. Maar je zag niet Afida dus. Juist ik haar. Nee, dat niet. Maar ik durfde dus niet te schreeuwen vanaf papa, hier. Vertelde de boys. Mijn gordels zijn nog los. Oh ja, dat heeft hij zelf gedaan. Ik vertelde de boys over dat zij jou riep op het station. En toen hebben de boys zo hard gelachen. Hoezo? Zag je wel, hè? Oh, je zag me wel! Tuurlijk. Waarom doe je dat zo stom vroeger? Gewoon een beetje hard de kut spelen. Zie je, ze lachen weer. Ze lachen de hele tijd om dit soort verhalen. Ja, jongens, dat is een truc. Jullie zijn veel Abibas voor elkaar. Ja, klopt. Weet je wat Abiba betekent? Ja, dat doen we net. Wat dan? Schatjo. Schatjo. En in het Antilliaans? Douchi. Douchi. En in het Surinaams? Goedu. En in het Turks? Ik kan gewoon echt niet tegen die Fortnite geluiden. Ik vind het echt verschrikkelijk. Kijk. Check hoe die reageert. Ja, dat is helemaal cute. Oh, wauw, wat een rust. Zo kan je toch ook spelen of niet? Nee, dat hoor ik niet. Oh, wat is dit fijn zeg. Dat waren echt de lekkerste 3 seconden uit mijn leven, Lenny. Oh nee, wat gaat George doen? Heeft hij weer gepoept? Oh, Georgie! Kom eens, Georgie! Dit is George. En George heeft... de scheiterij, kijk. Wat? Hij zit aan, hij is aan het dunnen. Zo heet het als je een diarreetje hebt. Oh. Hij is groot geworden, hè? Ik denk eigenlijk dat we hem beter helemaal kunnen legen. Wat denk jij, Kai? Denk ik wel. Kijk, er zit zoveel poep in. Kijk, Kai. Oh, wat een poepje. Ik ga dit niet doen, joh. Ik ga die hele zak... gaan we gewoon zo... gaan we papa wakker maken. Ik kom papa nu al even wakker maken. Ja, zullen we papa dan maar even wakker maken? Ja. Oké, dat gaat hij niet zo leuk vinden, denk ik. Alain? Wil je even helpen? Wat je trek je een broek aan, kan je dat meteen naar beneden brengen. Hey Georgie. Je mag zo weer komen, George. Hij is met zijn poepbillen ook aan onze mooie heestoel gekomen. Kan hij ook verder niks aan doen. Dan ga ik even kijken wat hij eruit krijgt. Met vlekkenspray van HG. Nou, dat gaat best goed. Zo dan. Hier nog een grote. Dat is wel goede vlekkenspray dit. Doet wat het belooft, hè? Dat zeggen ze toch ook bij HG? Het ruikt ook nog best wel lekker.
Lenny is wel de chicste gamer ooit. Kijk je even je chique houding met die beentjes over elkaar. Zo, ik ga even gamen. Ik ben Lenny en ik ga even gamen. Dit is Kai. Kai is een lief schattig boefje. We hadden net even ruzie omdat hij zijn tanden niet wilde poetsen. Maar nu zijn we weer vrienden, toch Kai? We zijn weer oké. Dit is je schaars geklede meid. Jij bent een vrouw. Oh ja, ik ben een vrouw. Soms moet ik daar ook even aan herinnerd worden. They go right foot up, left foot slide. Left foot up, right foot slide. Poging 3. Ik ben even lekker gedoucht. En weer fris en fruitig. We hebben natuurlijk super lang binnen gezeten. Hè? Zit je maar in dat huis. Dus gisteren had ik. Beautydag. Zo noem ik dat even. Maar ik heb even mijn teennagels gedaan. En ik heb geëpileerd tot op het bot. Hè? Ik had een lamp gekregen van Colgate. Met tandpasta en zo. En dat is zo'n fijne lamp. Ik wist niet dat ik dit nodig had in het leven. Kijk, deze lamp. En dan doe je hem niet. Ze hebben ook echt Colgate erop gedaan. Maar hij is van Simple Human. Dan doe je dus. Hij vergroot, hè? Vergroot. En wanneer je dichtbij komt, dan voelt hij dat. En dan krijgt u licht. En dan zit u, denk je, oh. Heb ik zoveel snorhaar en dingen en poriën. Maar je kan alles wel weghalen. Dus dat is een heel fijn speeltje. Nou ja, en toen kwam ik van het een het ander. Toen dacht ik, het is tijd voor een masker. En ik heb heel wat maskers geprobeerd in mijn leven. Van La Mer tot Hema. En dit is mijn favoriet. Bij Douglas heb ik deze gekocht. En deze is echt nice. Je huid is daarna gewoon een babyhuidje. Dus Star Skin Vip Crème de la Crème. Nou, ik vind het echt. Doe ik dan even op. Kan je daarna ook lekker erin masseren. Hè? Dan hoef je niet uit te spoelen. Dan zijn we even, hoe heet die film van Leonardo? The Man in the Iron Mask. Dat word je dan even. Plastic hieraf. Oh, kijk. Zie je, er zit crème op. Heerlijk. Deze is echt rijk hoor. Voedend. Mmm. Dan word je echt knap hoor. Zo. Oh, ik kan zo spelen in een gekke detective. Een psycho killer. Nou, dan gaan we dat even aandrukken, toch? Smooth out any folds to optimize skin contact. Oh, hier is een fold. Fold. Zo, en dan praat je een beetje als al die botox dames. Je kan niet zozeer meer je mond bewegen. De spieren zijn verdoofd. Gently massage in any remaining cream. Do not rinse. Mama. Ja, schat. Ik heb dat blauwe ding. Ja. Kijk, ik kan niet lachen. Dit is mijn lachen. Oké. Je meid is gewoon helemaal zacht strak. Oh, ziet er leuk uit. Wie ben jij? Ik ben uw moeder. Hallo, mijn wekkertje is gegaan. Ze gaan hem weer afhalen. Hè? Moet je hier naar de bovenkant? Oh. Oh. Oeh. Oh, dit is zo'n lekker moment. Dit is echt een goeie hoor. Zomaar een tip van mij. Het is vooral je voorhoofd. Voor mij is altijd je voorhoofd zo droog. Oh, heel lekker. Helemaal hartstikke mooi. Voilà. Lekker huis. Hey dan. Deze groene dingen vind ik wel lekker. Ja, dat zijn snijboontjes. Oh, cool. Ziet er wel lekker uit. Ja? Ja. Paarse dingen vind ik niet zo lekker. Welke dingen? Deze. Kijk dan. Oh, dat is een rode ui. Super lekker. Ik heb echt lekker gekookt erin. Waar? Ja. Ja.
Je vindt het te warm, dat bedoel je? Oh, ja, het is warm. Het is lekker. Ja. Waarom? Waarom is het niet zo lekker? Velbot. Wat kan je vragen? Huh? Maar waarom is het waarom zo velbot? Omdat mijn mama het heeft gemaakt. Maar waarom zit boven je nou zo vel? Kijk hem. Oh, gewoon. Het kan wel eens gebeuren. Zodat je nagel krijg je een dubbele nagel. Oh, zodat je nagel niet gewoon kan je verretje weg. Gaat. Je mag verretje weg. Dat vind ik leuk. Ik ga hem eventjes eraf trekken. Ik ook. Ja. En verretje spulken. Dat is juist het leukst. Ja. Maar wel een beetje een goor onderwerp, zo tijdens het eten. Ja, dat is wel een goor onderwerp. Wil jij nog wat drinken, vriend? Ja, kijk hoe het wel kan. Ja, jij drinkt goed. Ik wil ook koken, leren koken. Echt? Zodat ik dan zo leuk. Zodat ik dan hele lekkere dingen kan maken. Ja, lijkt me echt leuk. Hoeven jullie niet steeds ook piek. Goed idee van jou, maar je bent nog wel een beetje jong. Ja, misschien ga je vinger dan een fornuis zetten en dan... Hé, hey, wat kom jij doen? Boef? Len, wat gebeurt er daar? Mama, deze... Lenny. Eten. Ja, en toen? Deze pasje. En nu ga je even heel graag terugkomen. Mama! Zit je bij mij? Moet ik nog eten hier dan? Nog niet. Blijf even mijn eten altijd? Hé hey man, dat is toch gezellig? Je zit de hele dag daar. Nee, nou, bijna wel. Ik was bijna helemaal niet aan mijn game. Dat is juist goed. Nou, maar je zat wel de hele dag op de telefoon. Ah, dat is ook gamen. Nee, dat is niet gamen. Hij zat filmpjes te kijken. Nee, gamen. Telefoon is een apparaat. Pardon. Ik zeg pardon. Dat maakt niet uit. Je moet gewoon niet zo hard boeren. Weet je wat? Is het allerlekkerste van mama? Vind je dit? Dankjewel, hi. Goedemorgen. Ik ben thuis. We beginnen vandaag niet met een broodje scrambled eggs en worstjes en dat soort dingen. Nee. Havermout. Dat is magere melk. Havermout. Kaneelstokje. Wat? Smaakt de melk? Lekker. Spiegje zout. En 3 zoetjes. Dan krijgt u dit. En dan ga ik dat aan een bordje doen. Ik moet poepen. Hij poepen? Ja. Oh. Klein poepje. Heel. Toen ik zoveel was afgevallen met New Physic. We hebben een video van opgenomen. Ik weet niet hoeveel ik al was gevallen. 10 kilo. Denk ik. En daar heb ik een video van opgenomen. En daar ben ik dus afgevallen met behulp van New Physic. Het werkt voor mij heel goed. En heb ik altijd wel een beetje doorgevoerd in mijn leven. Maar niet zo streng. En ook niet meer langs gaan en zo. En nu in de quarantainetijd vind ik dat het uit de hand is gelopen. Dus dan pak ik het maar weer een beetje streng op. Nou, dan ga ik dit nu maar eten. Ik heb lekker lepeltje ervoor. Een gouden zware. Dus George, hij is wel een beetje gegroeid. Georgie. En hij is echt een daredevil. Hij durft alles. 2 glazen water ook erbij. En dan... Dan komen we er wel hoor. Hé hey Len, doe je de deur even goed dicht? Nee, het is niet goed dicht. Nee. Ik heb hele grote rol gelaten. Eeuw, ik wil niet precies weten hoe je rol was. Oh, die manier, ja. Ja, maar dan heb je er opeens heel veel. Ja, dat is ook wel gezellig. Nou, lekker skileren. Veel plezier. Kids and long stories. Ja. Ze is verhuisd naar Mali. Waar ligt Mali? Afrika. Weet je dat niet? We moeten echt wel gaan werken. Wie gaat Lenny helpen met zijn topo? Ja, ik. Maar hoe, wat nou? God forbid dat er mij iets overkomt. Dan ga ik ook die topo leren van hem. We gaan even naar de dierenarts. 10 over half 5. Okay. Dierenarts? Kai? Nee. George. George. Hoeveel namen? George moet prikkie. George. Prikkie. Weet je wat iemand laat zijn? Nou? Ik vind Jamie irritant omdat ze een kinderstem heeft. Zo hard ga je lachen. Waar lach je daarom? Omdat je ook gewoon een grappige stem hebt. Ik weet dat als je mij voor het eerst belde, toen dacht ik ook.
Is deze kleuter, dacht je toen? Ja, het is een baby. Nee, ik heb niet zo'n kinderstemmetje meer. Of ik ben er gewend aan geraakt. Dat zal het zijn. Maar iemand afkraken op zijn stem is echt sorry for being alive. Toch? Kan je aan werken, toch? Ik kan nog je stem trainen. Moet ik dan zo praten voor daar? Mensen zijn wel weer buiten, hoor. Zo. Misschien moet jij me met op dat kruis even afzetten. Omdat jij later komt. Zet je op mijn kruis. Af. Really? Nu ben jij de vieze joker. Nee, dat soort dingen. Dat is mijn rol. Dat zijn mijn grapjes en dat ga je niet gebruiken in je content. Weet jij, Marisol. Hey Georgie. Hij is heel blij met dat meisje. En dan is de boys halen en ik wacht met Georgie in de auto. Georgie! Oh, hij doet het niet, omdat hij uitstaat. Oh. Ga je instappen? Mama! Hij schat in! Knuffel! En mij wachten? Kan ik de deur voor jou open doen? Georgie! Waarom is George mee? Je moet aan die kant instappen. Warm is hij heeft een prikje gehad. Oh ja! Hey George! Hi Kai! Hi Georgie! Oké. Okay. Mag ik de badkas open doen? Nee, want hij springt er echt uit. We zijn weer compleet. Mami. Oh nee, Dave is nog. Ah, is het onder de grond. Nee, dit is van een pot geweest ofzo. Het is een soort wel mega scherf. Lag onder de grond. Is het helder en koelt het af tot een grond? Even toertje nog, toertje. Home tour. Ja, oké, dus dit was Alain's slaapkamer in het begin. Hier heeft onze eerste wiepings plaatsgevonden. Nee, hier lag zo'n waterbed. Nee, dit muurtje was toen ook nog niet rood. Dus dit was mijn eerste kamer. Ja, en toen gingen Eddie en Dalila op zichzelf. En die gingen gewoon het huis. Deze badkamer is gerenoveerd. Nee, deze badkamer werd ook nog gewoon gevuld. Ja, maar ik bedoel... toen ik eerst hier kwam, was het nog anders. Die douche was anders. Een walk-in shower. Kijk, dan kan je zo inlopen en dan ga je hier stiekem even douchen, toch? Je ouders in de kamer? Ja. Hier was de sauna, maar toen waren we al uit huis, toch? Sauna? Ja, sauna kwam daarna pas. Dit was gewoon een bergje. Berging. Nou, dan gaan we naar de master bedroom. Dit hebben ze allemaal gedaan toen wij al uit huis waren. Nee. Ja, zo noem ik het toch. Ik woon hier ook een soort van. En dat is ook inderdaad... Dit is echt een soort suite. Want je kan ook gewoon hier lekker in bad. En hier kan je lekker verstoppertje spelen. Achter de douche. Hoi! Lekker aan het douchen. En een bad. En hier was ook een tv. Kon je zo lekker... Ik ben hier zelf nooit in bad geweest of zo. Eén keertje om het gewoon uit te proberen, maar is toch. Oh, ik moet zo nodig plassen even. Hier een wc. Nee, dit is echt net een hotelkamer, hè? Want je kan hier even koffietje. Oh ja, het dak. Jonkas gebroken. Hier staat nog een spiegel. Kijk, mijn broekje is veel te kort. Dat kunnen we dan ook even zien. Daar. Nou. Bye house, love you. Voor nu zijn de memories hier. Doei! Bedankt voor het kijken. Tot volgende week. Lenny, duimpje omhoog.